Het uitbannen van geweld tussen meisjes en vrouwen vereist onmiddellijke aandacht en actie. Dit is geen verzoek, maar een morele verplichting. Het ferme standpunt van de voorzitter van Women's Rights Center, Carla Bakboord, tijdens de Women's Safety Awareness Summit. Deze conferentie is georganiseerd om meer bewustwording te creëren en aandacht te vragen voor het nijpend vraagstuk, elke vorm van geweld tussen meisjes en, van meisjes en vrouwen. Bakboord gaf middels data de ernst van de zaak aan en zei dat de diepgewortelde genderrollen en verantwoordelijkheden ten grondslag liggen aan partnergeweld. Dus wat doe je? Je moet een diagnose gaan stellen. Vooral de hulpverleners de juiste vragen stellen. Waar heb ik mee te maken? En dat zou je interventie kunnen zijn, relatiecounseling. En soms komt de justitiële kreten niet aan te pas wanneer we het niet over terreurgeweld hebben. Maar het kan zijn dat mensen toch uiteindelijk, wat ik al zei, toch, dat het kan overslaan, dat je dan toch bedreigd voelt en dat het over kan gaan naar partnerterreurgeweld, dat is een gevaar. En dat betekent dat je dan wel de justitiële keten van te pas komt of je kan een beschermingsbevel aanvragen, omdat die preventief werkt. Bakboord zei voorts dat er genoeg wetsproducten zijn die zich lenen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het is daarom hoog tijd om de machtsstructuren die worden gebruikt om elke vorm van geweld in stand te houden, te ontmantelen. Het naleven van regelgeving, wetten en beleid die voldoende bescherming bieden tegen geweld tegen vrouwen. De samenleving dus voortdurend bewust maken van en informeren over wetten die gendergeweld strafbaar stellen. En dat kan dus ook bijdragen aan de verspreiding van deze overtuigingen. De Women's Rights Center voorzitter besloot met de oproep om gebruik te maken van massaonderwijs en het blijven scholen van de samenleving over mensenrechten. Elk mens is gelijkwaardig en niemand mag geweld worden aangedaan. Meisjes en vrouwen moeten een veilige plek hebben op deze wereld. Laten we dat tot onze eigen maken, aldus Bakboord.